De laatste tijd leidt in Nederland het migrantendebat weer op. Een aantal jaren geleden zouden we dat het vluchtelingendebat hebben genoemd. Maar de grote groep mensen die naar Nederland komt bevat nog maar voor een klein deel vluchtelingen. De meeste komen uit veilige landen, uit Afrika. Wat je dan, als je dat veilige landen zou kunnen noemen, maar daar is in ieder geval geen oorlog op dit moment. Het debat wordt gevoerd tussen wat we vroeger links en rechts zouden hebben genoemd. Maar tegenwoordig zijn de termen wat fanatieker links noemt rechts, extreem rechts of fascistisch. En rechts noemt links deugdmensen of eurogekkies, omdat ook de meesten aan de linkerkant voor de euro zijn en de meesten aan de rechterkant tegen de euro. Links beschuldigt rechts ervan met de onderbuik te redeneren, dus vanuit de onderbuik te redeneren, allemaal negatieve gevoelens te uiten. En links pretendeert rationeel te zijn en verstandige argumenten te hebben. Een van die argumenten die ze de laatste tijd opbrengen is dat Nederland migranten nodig heeft om de vergrijzing te voorkomen. Ze schetsen doembeelden over hoe Nederland er over 30, 40 jaar uit zal zien zonder migranten. Dan is het hele land vergrijst, niemand is er om te zorgen, niemand is er om te werken. En zij vinden dat migranten dat gat heel goed op kunnen vullen. Los van het feit dat de meeste migranten die hier op het ogenblik naartoe zijn gekomen in de afgelopen jaren werkeloos zijn. 70-80% zelfs. Wat het hele argument heel erg zwak maakt. Is er in Nederland een hele beschaafde ex-politicus die heel erg veel onderzoek gedaan heeft naar de gevolgen van migratie en kijken of het inderdaad zo goed zou zijn voor de Nederlandse economie. Dat is Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies. Ik denk de grootste expert in Nederland op dat gebied. En hij vindt de argumenten van links onzin. Hij noemt het niet zo, zoals ik al zei, is een beschaafde man. Maar hij veegt de vloer aan met hun argumenten. Hij zegt zelfs dat het contraproductief zou zijn en dat Nederland veel meer zou vergrijzen als we hier migranten naartoe halen. Dat is één argument waarop de onderbuikgevoelens het schijnbaar afleggen tegen de zogenaamde ratio. Een ander argument wat ik veel hoor en wat ik wel grappig vind is dat als er uit Nederland kinderen weer terug naar een oorspronkelijke land moeten verdwijnen of gedeporteerd worden, dat is een verschrikkelijk woord, maar dan komt links met studies die zeggen van ja, het is uiterst slecht voor een kind dat een aantal jaren in een bepaalde cultuur opgevoed is, alleen die taal maar spreekt om naar een ander land te moeten gaan, zo abrupt. Dat is slecht voor de kinderen, dat is slecht voor hun toekomst, daar raken ze van in de war, dat is verschrikkelijk. Nou, dat kan ik me wel wat bij voorstellen, alleen het argument wordt aan de andere kant nooit gebruikt. Dus kinderen die al 10 jaar of weet ik veel hoe lang in Afrika of in Syrië of wat voor land dan ook wonen en alleen die cultuur kennen en die hier naartoe komen, dan hoor ik nooit het argument dat het slecht voor ze zou zijn. Dan schijnt het alleen maar goed te zijn. Dus ratio, onderbuikgevoel, ik denk dat het toch minstens 50-50 is in deze. Een van de argumenten die rechts gebruikt tegen de migratiegolf is, het wordt hier een zootje. Je krijgt hier veel grotere criminaliteit. Kijk naar de verkrachtingszaken die bijvoorbeeld in Engeland heel erg groot zijn geweest, maar ook in Nederland schijnt dat toe te nemen. Ik weet niet of die cijfers dat allemaal rechtvaardigen, maar dat is de kreet van rechts. Van pas op, het wordt hier een zootje met al die Afrikanen en die clashende culturen. Links countert dat met we moeten inclusief zijn, menselijk, humaan. We moeten zorgen voor goede integratie, dan is het alleen maar fijn dat de hele wereld samen kan werken.
Als rechts dan zegt, ja maar kijk eens waar ze vandaan komen. In Afrika is het in bijna elk land een zootje. Dan wijst links met het vingertje en zegt, maar dat komt door de koloniale grootmachten die er een zootje van gemaakt hebben in Afrika. Die hebben namelijk kunstmatige grenzen getrokken door de Afrikaanse landen. En daarmee grenzen getrokken die daar eigenlijk niet hoorden te zijn. Zodat verschillende etnische groepen gedwongen werden in één land samen te wonen die eigenlijk helemaal niet bij elkaar paste. En vandaar kwamen er conflicten, oorlogen, genocide. En dan, als je dan met het argument kan bewachten, wacht eens even. De mensen die hier naartoe komen, van verschillende etnische groepen, die passen wel hier zonder dat daar oorlogen en genocide en burgeroorlogen van komen. Nee, maar dat is anders, want de koloniale machten die hebben het in Afrika verknald en daarom na 200 jaar maken ze er nog steeds een zootje van. En als ze hier komen wordt het allemaal roze geur en maneschijn. Dat is apart, want veel van die linkse mensen bijvoorbeeld, die wijzen ook vaak naar filosofen van vroeger zoals Aristoteles, die 2500 jaar geleden al zei dat het helemaal niet werkt. Verschillende etnische groepen in één.